Erik Vijverberg. Ik ben bedrijfsleider bij kwekerij De Driehoek in Hoek van Holland. Wij telen op een 18 hectare rode paprika's. De samenwerking met Biobest loopt goed, loopt soepel. Gert-Jan komt iedere week tot om de 14 dagen langs. Dan komt hij binnen, min of meer onaangekondigd. Dan gaat hij zelf kijken naar wat hij kan vinden in het gewas. En, het is altijd heel bijzonder dat hij heel snel een goed beeld heeft van wat er in de kas speelt. Ja, mijn naam is Gert-Jan De Vast. Ik ben 10 jaar werkzaam voor Biobest als specialist biologische gewasbescherming. Ik ben voornamelijk actief in de groenteteelt, dus in de paprika, tomaat, komkommer. En ook wel in de sierteelt, onder andere in gerbera's en grisant. Ja, ik ga meestal eens in de 2 weken langs bij een teler. Dan gaan we samen de kas door, gaan we kijken wat er aan ziekten en plagen zit. En ook wat er aan nuttige insecten zit uiteraard. We kijken of het evenwicht, of alles in balans is. En aan de hand daarvan maken we samen een plan van aanpak. De belangrijkste plagen in paprika teelt zijn bladluis, spint, witte vlieg, nezara, cicades kunnen voorkomen. Maar zeker ook thrips en echinothrips. Je hebt eigenlijk in de paprika toch wel standaard last van thrips. Eigenlijk ieder jaar komt dat weer terug. En dat begint al eigenlijk, dat kan beginnen vrij snel na het planten. Dus dat is hier op het bedrijf weten we eigenlijk niet beter als dat we ieder jaar te maken hebben met thrips. En dan gaat het voornamelijk om de Californische thrips. En in de zomer vanaf juni, juli, krijg je ook wel wat last van echinotrips, maar dat is een minder groot probleem. De Californische trips, daar beginnen we eigenlijk vanaf het begin van het seizoen al behoorlijk alert op te zijn. Eigenlijk vanaf het moment dat je geplant hebt, vaak kan je na de eerste week al na het planten een enkele plant terugvinden met schade in de kop. Daarnaast hangen we vrij snel na het planten vangplaten op. Die loop ik iedere 2 weken loop ik langs. Ik tel per vangplaat hoeveel trips erop zitten. En als je dat dan continu iedere 2 weken doet, dan krijg je een heel mooi beeld van hoe die ontwikkeling is van die trips. En zie je de ontwikkeling hard gaan, dan kan je tijdig opschalen met het inzetten van biologische bestrijders. Echinotrips komt meestal later in het seizoen voor, mei, juni. Dat ervaren wij dan. Die trips geeft minder problemen, ook omdat hij vaak wat... hij begint meestal wat verder onder in het gewas. Ontwikkelt die trips zich heel sterk, dan gaat hij ook naar boven in het gewas en kan je ook behoorlijke gewasschade krijgen. Echinotrips is een lastig te bestrijden trips. Bevindt zich wat meer op het blad. Tot nu toe hadden we daar eigenlijk alleen een chemische oplossing voor. Maar die middelen werken steeds minder goed. We hebben ook wel oreus, maar die bevindt zich wat meer boven in de planten. En de echinotrips zit meer op het blad, waardoor ze elkaar wat minder tegenkomen. En dat geeft uitdagingen. Om de plagen in het gewas te monitoren hebben we verschillende vangplaten in het pakket. Te weten gele, blauwe en groene vangplaten. De gele vangplaten zijn bedoeld om meerdere plagen te monitoren, zoals trips, witte vlieg, bladluis, meneervlieg en cicade. Wil je vooral trips monitoren, dan kun je gebruik maken van alleen de blauwe vangplaten. We hebben nu ook de groene vangplaten in het pakket en die zijn speciaal voor echinotrips. Die zijn echt veel aantrekkelijker voor echinotrips, is gebleken. En die hangen we wat lager in het gewas. En dan kun je daar de populatie van echinotrips daarmee monitoren. Vangplaten zijn een eerste indicatie wat er in je gewas gebeurt. Maar het is ook gewoon belangrijk om gewaswaarnemingen te doen. Dus je gaat gewoon ook in het gewas kijken, samen met de teler of zelf. Je kunt in de bloemen kijken of de trip zit. Je kijkt naar de bladeren of je verkleuringen ziet. Scouten noemen we het, monitoren van ziekten en plagen. Scouten is een combinatie van het waarnemen op vangplaten en het waarnemen in het gewas.